allemaal op deze eerste slingerbeurs van Borne. Slingerbeurs, ja, wat is dat nou eigenlijk? Het is een beurs die niet anders werkt dan de ruilhandel van vroeger. Als de gong heeft geklonken, dan is de beurs officieel geopend en dan kunnen de vragers zich melden bij de aanbieders. Waarom vindt u de slingerbeurs belangrijk? Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat ik ontzettend enthousiast ben. Ik vind het fantastisch om hier zoveel mensen te zien die elkaar ontmoeten. En het belang zie ik hierin dat mensen zich realiseren, niet alles draait om geld. Het gaat namelijk ook om wat voor elkaar willen betekenen. Verbindingen maken, ook op onverwachte momenten. Want hier ontmoeten ook weer mensen die elkaar niet kennen. Veel kennen elkaar wel, maar we ontmoeten elkaar ook mensen niet kennen. En mensen hebben vragen en mensen hebben ook iets te bieden. En we gaan niet uit van wat niet kan. Hè. Bij geld is het vaak van ja, wat kan je betalen, wat kan je niet betalen. Maar hier is het vooral van wat heb ik aan te bieden en wat heb ik te vragen. En ik zie dat hier heel veel transacties tot stand komen. Die dus met gesloten beurs gebeuren. En niet alleen die transactie, niet alleen die match is van belang. Maar natuurlijk ook die verbinding die opnieuw gelegd is. Nieuwe relaties worden gelegd. En dat is naar de toekomst toe ook weer prachtig. Ik vind het echt passen bij Borne. Want Borne is uiteindelijk een gemeenschap die wat voor elkaar wil betekenen. Mensen willen voor elkaar opkomen. En dat zie je hier gewoon in levende lijven gebeuren. Dus ja, ik vind dit fantastisch. 147 matches, dames en heren. Hartstikke mooi. Uren zijn er hierbij betrokken. Die matches die hebben uiteindelijk een waarde opgeleverd van 50.880 euro. Volgend jaar weer? Ja, absoluut.